Wilders ziet af van zijn premierschap. Ja. Deze vier partijen hebben afgelopen dagen bij elkaar gezeten. En hebben eigenlijk zijn tot de conclusie gekomen... wij zijn bereid om te praten over een nieuw kabinet. Een rechtskabinet. En dat moet dan niet een normaal kabinet worden, maar een extra parlementair kabinet. Maar er horen wat voorwaarden bij. En dat is dat deze vier hoofdrolspelers, en dan even Kim Putters daar gelaten... Ja. Niet in het kabinet gaan plaatsnemen, maar... in de Tweede Kamer als fractievoorzitter. Dat betekent dat Wilders geen premier wordt, dat Zilkens geen premier wordt... en Omtzigt en Van der Plas ook niet. Nee. Wordt er een naam genoemd van iemand die dat dan eventueel wel zou kunnen en willen? Nee, er wordt nog geen concrete naam genoemd... maar dat moet dan iemand zijn van buiten deze partijen... of in ieder geval niet iemand die nu in zo'n fractie zit, bijvoorbeeld, en actief is. Ja, maar het kan wel iemand zijn van de VVD of NSC of... Ja, nou... Volgens mij, ik noem even namen waaraan je zou kunnen denken... is zo iemand als Johan Remkes bijvoorbeeld. Of aan Kim Putters zelf. Zoiets. Daar is nog niet concreet over gesproken. Maar ik heb wel eens vernomen, bijvoorbeeld bij NSC... dat er al lijsten zijn van namen die bijvoorbeeld voor het NSC... geschikte kandidaten zouden kunnen zijn. Ja, ja. Heb jij ergens de naam van Richard de Mos zien staan? Nee, dat heb ik nog niet gezien, Richard. Nee. Is dat een geruststelling, Richard? Of zou je wel mee willen doen aan zo'n spektakel? In Den Haag natuurlijk. Nou, het zal natuurlijk een eer zijn om voor Nederland... in het kabinet te mogen zitten. Maar zijn we nog niet. En ik wil eerst in Den Haag op een goede manier weggaan. En dat betekent dat ik eerst nog de stad Den Haag wil gaan besturen. Ja. Daar is Koos Plooy nu heel erg hard mee bezig. Om jou te laten weggaan. Maar daar hebben we het straks nog wel even over. Toch even Marleen. Er is heel veel gezocht, ook door Kim Putters... naar wat is nou eigenlijk precies die definitie? Ja, ik vind het echt verschrikkelijk dat we het er nog steeds over moeten hebben. Maar het is nou eenmaal zo van dat extra parlementaire. Ja. Waar zit hem dat in? Nou, dat luistert natuurlijk heel nauw. En dat gaan we morgen, komt er dan een eindverslag van Putters. En daar moeten dan die exacte bewoording en die kaders... die ze met elkaar hebben afgesproken de afgelopen twee dagen... die moeten erin staan. Maar waar het in de kern om gaat... is dat de afstand tussen de Tweede Kamer en een nieuw kabinet... heel groot is, veel groter is. Dus als een kabinet met allemaal nieuwe plannen komt... dat ze eigenlijk nog niet weten of ze op steun kunnen rekenen van de Tweede Kamer. Dus dat helemaal los van elkaar staat. Dan maak je op kernlijnen afspraken met elkaar... Maar ga je niet een detail afzeggen van... nou, hier stemmen deze vier partijen sowieso voor, kabinet. Ja. Dat komt dan allemaal later. Oké. Okay. Als je kijkt wat de dingen zijn die belangrijk zijn... financiën, Oekraïne, migratie... en ik geloof ook rechtsstatelijkheid, hè? Ja. Dat is natuurlijk de NSC-kwestie. Ja. Denk je dan dat er straks iets moet staan als migratie... niet meer dan zoveel mensen? Of... Nou, wat we horen is dat het echt in grote lijnen zal zijn. Dus dat je bijvoorbeeld zegt over overheidsfinanciën... we houden ons aan de Europese begrotingsnormen. Dat is de afspraak. Binnen die kaders mag een volgend kabinet doen wat hij wil. Ik noem maar even iets, hè? Ja, ja. Bij migratie bijvoorbeeld, dat je zegt van... Oké, we willen substantieel iets doen aan de migratie. Maar zodra je daarover inhoudelijk gaat onderhandelen... dan wordt het heel spannend. Want Wilders is natuurlijk de grote winnaar. Die zal zeggen, hoes even, dat is mij veel te ruim genomen. Ik wil bijvoorbeeld een aantal of een percentage zien. Maar die fase zijn we nog niet, dat komt nog. Omtzigt is ook de verkiezing ingegaan door ook juist zo'n aantal te noemen. Hè? Ja, precies. Ja. Dus het zou kunnen dat ze concreet op een aantal uitkomen. Ze zeggen, we willen dat er niet zo en zo veel... We verstreven ernaar dat een nieuw kabinet zo en zoveel mensen maximaal naar Nederland laat komen. En hoe ze dat doen... mogen zij weten. Gaat Omtzigt nu, want die lag in die zin het meest dwars... of misschien was er het meest principieel in... die heeft gezegd van ik ga ook geen ministers leveren... aan zo'n extra parlementair kabinet. Nee, dat heeft hij niet helemaal gezegd. Nee, dat is niet uitgesloten. De NSC heeft eigenlijk, wat wij horen... staat er voor open om een aantal ministers te leveren. Maar dan moet het een breed extra parlementair kabinet zijn... zei hij toen, althans. Ja. Toen was het absoluut niet, maar wat we nu horen is dat deze partijen hebben afgesproken... dat de helft van zo'n kabinet van buiten moet zijn. Van buiten? Andere partijen? Of? Ja, maar bijvoorbeeld denk aan Ernst Kuipers-achtig. Weet je? Dus iemand van het bedrijfsleven of uit de ziekenhuisbranche... of van een andere partij vroeger. En dat het ook voor elke fractie een aantal mensen kunnen zijn... die in de fractie zitten, in de partij nu. Ja, jij hebt met onze redactie van tevoren ook gesproken. Ik heb toen een aantal namen aan onze redactie gegeven. Ja. Die hebben we even op een rij gezet. Dan zien we wat namen hier aan de zijkant staan. En wat daar vooral opvalt, los van namen die aan de partijen horen... die nu aan het formeren zijn. Ja. Ook Kees van der Staaij van oud-SGP'er en Joost Eertmans, JA21. Dit zijn dus wat namen die rondzingen. Hè? Dus als je bij verschillende partijen nu je oor te luisteren legt... waar moeten we aan denken, dan hoor je deze namen. Dus dan Joost Eertmans, Kees van der Staaij... en inderdaad andere partijen. Maar als je die in zo'n kabinet hebt... dan
kun je er ook op rekenen dat bijvoorbeeld SGP en Jij in de 20 in de Eerste Kamer zich meer gecommitteerd voelen tot zo'n kabinet. En die steun is hoog nodig. Plus je maakt het gewoon, je maakt het een breder kabinet, wat niet alleen tot deze vier partijen zich committeert. Ja. Johan Remkes is de naam dus die ik al even noemde. Van, nou, dat is zo'n naam waar je aan kan denken als premierschap. En dan Eelco Heijnen is iemand uit de fractie van de VVD die nu mee onderhandelt. En die wel eens wordt genoemd als iemand voor financiën bijvoorbeeld. Fleur Agema van de PVV voor zorg. En Mona Keijzer, ja, die verbergt het ook niet dat ze graag een nieuw kabinet in zou willen. Het is nog een beetje vroeg natuurlijk om te zeggen, maar als je het zo ziet met de informatie die jij ons nu geeft, dan heb ik niet het idee dat Wilders, die toch als winnaar uit die verkiezingen kwam, die dus nu ook zegt, ik wil geen premier worden. Mm-hmm. En het is nog maar zeer de vraag of wij van de PVV een premier kunnen leveren. Heeft hij er niet veel uitgehaald, zo lijkt het. Maar nu praten we alleen nog over, komt er zo'n kabinet, hè, eigenlijk? En wat je nu ziet, wat we zien, is dat Wilders er heel veel aan gelegen is om zo'n rechtskabinet mogelijk te maken. En daar ook best wel bereid is om daar allemaal over nieuwe vormen te praten. En zeg maar hoe we dat moeten doen en moet ik dan in de Kamer blijven. Maar straks zal het over de inhoud gaan. En dan gaat het over migratie. En dan zal hij, dan, mijn verwachting is dat hij dan wat meer met de vuist op tafel zal slaan en zeggen, nee, ja, hoos even, het is allemaal goed, maar de kiezer heeft gesproken en die wil, mijn achterban wil dit. Wat wij horen is dat hij twee zaken heel erg belangrijk vindt, is dat migratie, er iets migratie wordt gedaan en dat er een groot koopkrachtpakket komt. Dus ja, niet alleen voor de armere mensen, mensen in armoede nu, maar ook die laag daarboven, dat die veel meer overhouden in het portemonnee. Dat gaan we vanaf volgende week of de week erop, gaan we daar veel meer van horen vermoedelijk. Hè? Als zij door gaan praten, dan worden dingen wat helder. Verwachting is morgen dus eindverslag van Pieters en dan volgende week naar waarschijnlijkheid een debat erover. Debat en dan gaan ze weer praten over de inhoud. Ja. Dus we gaan nog verder. Dankjewel. Goed.